Chips, nootjes, bier. Femke, Merel van Kooten, Arissen. Vannacht ongeveer werd bekend, rond een uur of 12 maakte het AD bekend. Jij en Henk, na 3 prachtige maanden uit elkaar gaan. Ja. Ja, het is een groot tranendal, dat ja. Kun je wel zeggen. Ja. Tranen van woede? Of, ja, dat meer. Ja, absoluut. Groep Otten is de partijkamer van de Partij voor de Toekomst binnengelopen. Ja. Vanuit zijn eerste kamergebouw het tweede kamergebouw in. Ja. En heeft daar in jouw papierwerk zitten rommelen. Ja, om... nog voordat hij officieel... En wat heeft hij daar dan precies ingevuld? Was. Hij ging gewoon zitten kijken wat we moesten stemmen. En Henk Krol zat er een beetje als een geslagen hondje naast. En daar schrok ik gigantisch van. En over welke onderwerpen ging het op dat moment? Nou, alles. Er was een hele batterij en stemmingen. Als hij dat echt gedaan heeft, ja. Dat is heftig hoor. Dat, ja. Dat kan je echt niet maken. Nee. Dat is erger dan in de kast graaien inderdaad. Ja, ja bijna wel. Ja. 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 Het is toch ongelooflijk dat Henk Otten onze lijst in zit te vullen. Wij zijn toch in de lead voor het... Het politieke verhaal voor het partijprogramma, maar ook voor de stemmingen. We gaan over onze eigen stem. Toen zei hij, ja, maar hij is wel onze partijvoorzitter. En toen dacht ik, oh, je gaat iets helemaal mis. Ik zei, joh, wat jouw hele redenatie klopt gewoon niet. Dit zijn de feiten. En hij zei, ja, maar het gaat me niet om de feiten. Je kan best gelijk hebben, maar het gaat om de beeldvorming. Ik zeg maar, zo ga ik mijn stemmingslijst niet invullen. Het onderbuikgevoel van, ja, het is de beeldvorming, hoe de kiezer, waar de kiezer denkt dat wij voor opkomen. Zo moeten we stemmen. Dus dat is een propagandastrategie. Ja, blijkbaar. Zo van, ja, dit wil de kiezer horen en vandaag zijn de boeren boos en morgen is die boos, dus dan gaan we zo stemmen. Ik zeg, nee, dat ga ik dus niet doen. Heb je dat nog op tijd terug kunnen? Niet allemaal. Ben je bereid om die appgesprekken te overhandigen? Kijk, zonder dat we ze publiceren? Nou, als jullie niet publiceren, ben ik natuurlijk... Hè, als jullie, kijk, aan journalisten ben ik bereid om alle openheid te geven die er maar mogelijk is. Om mijn beweringen te staven. Femke Merel had in onze ogen wel een aantal achterhaalde ideeën. Met name over immigratie. Zo wilde zij voor de motie stemmen om honderden asielkinderen uit Griekse kampen naar Nederland te halen. Met andere woorden, dan zijn jouw wat linksere opvattingen ineens toch een probleem. Ja... Maar dan denk ik, is dat links? Johan Derksen zou mogelijk lijstduwer worden. Ja. Althans, Otto heeft op Radio 1 gezegd dat hij dat wel zou zien zitten. Ja. En jij zei in dat interview in AD vandaag, toen ik dat hoorde, zei ik meteen over mijn lijk. Ja. De manier waarop Derksen de LHBTI-gemeenschap onderuit haalt, is weerzinwekkend. Ja. Dan vraag ik me toch af wat je daar precies mee bedoelt. Wat heeft Derksen dan precies gedaan tegen die... Henk Krol is zelf vrij bekend homoseksueel. Ja. Ik denk dat je hem nog die ouderwetse term mag geven. Gaykrant, COC. Ik heb goede contacten bij het COC. En ik heb ook een aantal LHBTI-vrienden. En, dat is wel een beetje het... Ik heb ook een vriend van kleur. Nee, maar ik bedoel... Hè? En iedereen zei... Henk Krol pleegt verraad aan de LHBTI-gemeenschap. Verwijt je jezelf enige vorm van naïviteit? Ik heb dat een paar keer gezegd. En de mensen die ik sprak, die zeiden van... Ja, maar dat is het verkeerde woord. Want ik heb inderdaad gezegd van... Jezus, wat ben ik naïef geweest. Te goed van vertrouwen. Te goed van vertrouwen dat ik dat parlementaire werk heb gedaan. En dat ik hem vertrouwde met het opzetten van die politieke partij. Dat ik genoeg nam met af en toe een soort update, halve update. Met van, ja, het gaat goed. Het wordt nog mooier en beter dan we hadden verwacht. En dat ik met terugwerkende kracht kan reconstrueren. Dat ik er eigenlijk heel kort na de oprichting... wat zeggen jullie, weggejorgd was. Nee, ja. Dus... Dat staat heel leuk achter je ook. Ja. Maar dat staat er altijd hoor, maar dat is niet specifiek voor jou. En een foto. Ja, in één. Ja. Nou moedertje, moet jij niet terug naar je zoon? Ik was bezorgd omdat ze de hele dag zei, ja ik kom, want we hadden haar gevraagd om daarbij te zijn. Maar ik moet ook gewoon een kleine zorgen. Mijn hobby's. Nou, naast de politiek. Dieren, toch? Mijn kind. Ja. En je bonuskind. En mijn bonuskinderen. Ja, het is na 10, dus moedertje mag onderhand wat terug naar... Moedertje, ja. Het is alweer zo laat. Dan moet ik wel onderhand wel even snel naar huis gaan. Dat is sorry, ja. Mijn excuses. Ik voel me helemaal niet meer sexy. Maar ja, ik vind het ook niet mis dat er afspraak met mij... En ik heb blijkbaar geen enkele formele functie, maar dat je...
afspreekt dat het bestuur onbezorgde functies zijn. En dat we dan ook nog eens een keer losstaan van de politieke lijn. En dat vervolgens de Partij voor de Toekomst opheft, groep Otte zijn naam verandert. En dan zegt van, nou, de bestuurders kunnen elkaar beloningen toeschuiven. Want ze zijn ook nog eens eigenaar van al het geld wat de partij in kas heeft. Ik had zoiets van, ah. Nou, toen was het klaar. Toen had ik zoiets van, en nu de sterker eruit. Volgende week, dames en heren, om 9 uur, Guido Weijers in Chips, Nootjes, Bier. Dankjewel. Doei.